congres van de Vlaamse Belangjongeren te Mechelen. Moeder, waarom doen wij een politiek? Die vraag naar een bestaansreden hoeft niet in een boek of in een populaire tv-serie gegoten te worden om de aandacht te verdienen van jonge mensen. Het zou een steeds weerkerend credo moeten zijn van steeds weer nieuwe generaties jonge politici. Maar het antwoord, in mijn ogen, is steeds hetzelfde. De toekomst. Terwijl de federale overheid hard oefent voor haar brevet van onbekwaamheid, de Vlaamse regering te ondergaat in onderlinge kibbel, moeten Vlaamse belangers aan politiek doen voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, de komende generaties. Als we van leer trekken tegen de islamisering van het onderwijs, dan is dat omdat in de grootsteden nog amper Vlaamse kindjes in de kleuterklassen zitten. Dan is dat omdat het Nederlands vandaag de dag in de scholen nog door de ouders en nog door de leerlingen deftig begrepen wordt. Als we de sociale zekerheid en de pensioenen zelf in Vlaanderen willen beheren, dan is dat omdat we weten dat de verkwisting in Wallonië niet langer vol te houden is. Als we blijven waarschuwen voor het nefaste drukbeleid, dan is dat omdat we vandaag de dag zien wat de gevolgen zijn van het paarsgewone gedoogbeleid. Een volk dat zijn jeugd om zeep helpt, verkroeit zijn toekomst. Een volk dat niet meer gelooft in zijn jonge generatie is hopeloos verloren. En het Vlaams Belang moet zich in die politieke strijd als een racepiloot gedragen. Permanent het doel voor de ogen houden, zich niet laten afleiden door concurrenten of zaken in de marge, maar recht op de finish af. Anders gaan we hopeloos de grindbak in. Zowat iedere nieuwe generatie jongeren heeft zijn gevecht voor een betere toekomst. De jaren 60 waren de topjaren van de Vlaamse studenten. Onder de Leuven Vlaams werden duizenden jongeren warm gemaakt voor straatactie. Tijdens de Koude Oorlog was de strijd tegen het communisme prioritair. De mei 68 generatie verspreidde haar linkse ideeën via de scholen, jeugdhuizen en de media. En ieder die hierop kritiek had, werd gebrandmerkt. Ook het Amerikaans imperialisme werd terecht onder vuur genomen door nationalistische jongeren. Het dictaat van Washington of de NAVO werd en wordt niet door iedereen geslikt. Een constante in deze conflicten, en in de goede zin van het woord conflict, is de drang naar eigenheid, naar identitair bewustzijn. Identiteit is het centrale begrip dat vele generaties jongeren verenigde. De tegenstander verschilde, maar het doel bleef hetzelfde. Vlaming blijven in Vlaanderen of Europeaan in Europa. Onze strijd voor identiteit, onze strijd als Vlaming en als Europeaan, is een strijd voor onze volkse eigenheid. Onze identiteit wordt gekenmerkt door onze taal en geschiedenis, onze waarden en normen en ons grondgebied, onze cultuur en ja, ook onze afkomst. Maar om dat alles te bewaren, is veel meer nodig dan het besef alleen. Meer nodig dan het ooghangen, meer nodig dan tv kijken of chatten op internet. Gekende Franse filosoof Alain schreef ooit in zijn boek Propos d'un normaal, verzet en gehoorzaamheid. De twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde. Door het verzet verzekert hij de vrijheid. Verzet tegen de normvervaging en vervlakking. Jonge mensen die moreel worden koud gemaakt, waarvan de normen en waarden worden gedeleerd en vervangen worden door nietszeggende modeverschijnselen, zijn de fout van de jaren 60 en 70. De importhuwelijken, de gezinsherenigingen, de massale legale en illegale immigratie, en de vruchtbare moederschoot van de hier verblijvende islamieten. Maar er is hoop. Zowel in 732, nabij Poitiers, door Karel Martel, als in 1683, voor de poorten van Wenen, hebben we de islam kunnen terugdrijven naar de andere kant van de Middellandse Zee. De godsdienstvrijheid uw lief is, daar rest er u maar één opdracht. De islam terugdringen naar de plek waar ze thuis is, de woestijn van Noord-Afrika. Verzet ook tegen de voortdurende import van nieuwe vreemdelingen. De nieuwe massale regionalisaties van de regering van Rompuy, onder andere mee goedgekeurd door de N-VA, zet opnieuw de poorten open voor een nieuwe golf, of moeten we spreken van tsunami. In het verzet ook voor het behoud van onze Vlaamse en Europese identiteit. Enkel een volk dat opkomt voor zijn eigen eigenheid en identiteit heeft een toekomst. Enkel een volk dat zijn afkomst kent, zal ook in de toekomst nog geschiedenis kunnen schrijven. Enkel jongeren die tegen de stroom in zich verzetten tegen de multicultuur,
tegen de islamisering, tegen de anderstalige arrogantie, tegen de supranationale molochen, zijn in staat om het tij te keren. Dus daarom, blijf niet langs de kant staan. Sluit aan met het verzet. Word actief met de Vlaams Belangbeweging. En om een parafrase van de woorden van Aragorn uit Lord of the Rings te zeggen, op het moment dat hij voor een beslissende slag staat aan de zwarte poort van de Evil City, zijn mannen aanmoedigde met de legendarische woorden: Men of the West, stand up and fight. Ik dank u.